Dit logo gaan we vandaag van een 2D-logo naar een 3D-logo maken in Blender. Ik heb speciaal gekozen voor het Skype-logo omdat het uit twee delen bestaat. De witte S en het blauwe dingetje eromheen. Wat je dus als eerste moet doen is je logo als SVG hebben. Misschien heb je dat al en als je dat nog niet hebt, laat ik even een paar mogelijkheden zien hoe je je logo van PNG naar SVG kan maken. En dat laat ik zien in stap 1. En het eerste wat je zou kunnen doen is je logo in Illustrator zetten. Dan even mooi in het midden zetten en dan hier op afbeelding overtrekken zetten. En dan kijk je hoeveel kleuren er in je logo zit. Ik kies nu voor 1, 2, 3, 4, 5 kleuren. Ik kies nu voor 6. Druk op OK. En dan komt er dit uit en druk je hier op uitbreiden. Dan ga je naar Object en druk je op degroeperen. En kan ik dit andere vlak pakken en die kan ik nog verwijderen. En nu heeft Illustrator dus mijn logo overgetrokken als vector. En die kan ik hier bij bestand exporteren als opslaan als SVG. Als je nu geen Illustrator hebt en je logo is in PNG, heb ik nog een handige website gevonden, een converter op internet. En die heet pngtosvg.com. En daar kun je dus een PNG'tje in uploaden. 1, 2, 3, 4, 5 kleuren, die staat toch goed. Deze zet ik op de bovenste en deze zet ik op de onderste en dan druk ik hier op Generate. En dan heb je hier je logo in Vector en dan druk je hier op Download SVG. En die gaan we 3D maken in Blender in stap 2. Het eerste wat je doet is je opent Blender en ik maak even dit nog wat groter voor de workflow. Ik haal de kubus die haal ik weg door rechtermuisknop delete. Ik ga nu het SVG'tje importeren en dat doe ik hier bij File, Import en dan hier SVG. Dan ga ik hier naar de plek waar ik mijn bestand heb geüpload. Deze is het en druk op Import SVG. Nu is hij nog heel erg klein, dus je zoomt heel erg in. En hier zie je dat er 4 losse onderdelen zijn. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn, maar het is toch een beetje onhandig. Dus ik zet al die curves even om de beurt aan en uit. Kijk, als ik deze uitzet, dan zie je gewoon helemaal niks veranderen. Dus deze zet ik even uit. Deze ook. Deze niet. Deze ook niet. En deze twee, die kan ik gewoon verwijderen. Alleen de twee hoofdonderdelen, die laat ik nog even staan. En dat doe ik hier bij Tool. En dan zet ik deze hierop. Zo, staat hij in het midden. Ik ga natuurlijk even iets groter maken, dus ik druk op S. Dan komt er een pijltje en kan ik hem veel groter maken. Nu ga ik eerst de eerste selecteren. Ga ik hier naar dit dingetje, de instellingen van het geselecteerde ding wat je hebt. Dan ga ik hier naar Extrude en die zet ik ongeveer op 10 ongeveer. En dat doe ik natuurlijk bij de andere ook. Wat ik nu ga doen is ik ga ze rechtop positioneren. Dus even kijken. Ik ga hier naar het kubusje. Deze draai ik even 90 graden. Oh, en die draai ik zo ook 90 graden. En dan doe ik precies hetzelfde met de andere. Zodat hij mooi in het midden... Is hij nou omgedraaid? Zodat hij precies in het midden komt. Dan haal ik nog even de lamp weg. Delete. En de camera die haal ik ook nog even weg. Delete. En omdat we hem net allebei in het midden hebben gezet. Is de S een beetje verschoven. Maar die kun je ook gewoon weer recht terugzetten. Door op de pijltjes te drukken. En hem even iets beter te positioneren. Dan ga ik hier nog even een camera toevoegen. En dat doe ik hier bij Create. En dan even kijken hoor, waar staat die camera? Die zet ik even mooi in het midden neer. Om door de camera te kijken druk ik even op View Camera. En zo kan ik zien of ik de S mooi in beeld heb staan. Nu ga ik hem net zo lang positioneren totdat ik er tevreden mee ben. Wat we nu natuurlijk gaan doen is lampjes toevoegen. Het is natuurlijk nog helemaal donker. Ik ben een beetje ziek. En lampjes doe je weer bij Create en doe ik even een point omdat het lekker makkelijk is. Die zet ik hier aan de zijkant neer. Oh, even omhoog. Zo. Aan de andere kant doe ik er natuurlijk nog eentje. Even kijken hoor. Die ook weer een stukje omhoog. En hier doe ik er nog een. Volgens mij heb ik het verkeerd om. Zit ik nu eigenlijk op de onderkant te werken. Omdat ze allemaal spannen beneden, zeg maar. Maar dat maakt niks uit. En als we nu door de camera gaan kijken, camera, en deze zetten we op rendered. En zo zie je dat hij mooi belicht is. Dan ga ik hier terug weer naar solid en ga ik hem keyframen. Ik start bij frame 10. Ik laat eerst de S ronddraaien en daarna laat ik het blauwe dingetje tegelijkertijd omdraaien. Maar eerst moet ik even de keyframes instellen en dat doe je hier. En zet ik hem op lock, rot, scale. Oké, ik vind hem zo wel goed, dus ik druk hier op I. Dan ga ik even kijken, rond de 45 frames verder ongeveer. 45 en daar draai ik zo.
En als ik nu weer op i druk, zie je dat, dat deze geanimeerd is. Nu ga ik weer even terug naar frame 10. Pak ik de andere en doe ik exact hetzelfde. Dus ik druk hier weer op i. Ga ik naar frame 45. En kopieer ik deze waarde, dat was 450. Oké, en druk ik weer op i en zo zie je dat die nu al geanimeerd is. En dan zijn we al aangekomen bij de laatste stap en dat is het renderen. Je kunt hem natuurlijk ook als foto renderen. En dan druk je hier gewoon op het fotodingetje. Wij hebben er een animatie van gemaakt, dus ik laat zien hoe je hem als video kan renderen. Als eerste zet ik hier de kwaliteit op 100. Deze zet ik op 30 fps. Deze zet ik op RGBA, deze op QuickTime, deze op PNG en de kwaliteit zet ik op 100%. En deze bij shading of zo zet ik op transparant. Voor mij was dat wel nog het plekje waar ik hem wil opslaan, ja. Oh, was ik bijna vergeten het laatste frame op 50 te zetten, anders rendert hij veel te veel. En dat is natuurlijk bij iedereen verschillend. Stel jouw animatie houdt op bij 119, zet je hem op 119. Dus kunnen we hem gaan renderen en druk ik hier op animatie. En dan heb je dus dit als eindresultaat. Het is dus best makkelijk. Ik heb het best een beetje snel uitgelegd. Ken je Blender nou nog niet? Raad ik aan om even deze video te kijken. Daar leg ik een stuk geavanceerder uit hoe je Blender kunt downloaden en hoe het precies werkt. Ik vind het best mooi en het is ook best makkelijk. Ik vind het wel tof. Dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Volg mij natuurlijk nog even op Instagram. Dus dan bedank ik je voor het kijken en tot de volgende keer.